In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag doen we een uitstapje naar een gebeurtenis die gebeurde met de Heer Jezus zelf in zijn leven. En dit is op de dag van Palmzondag, de dag van de intocht in Jeruzalem. En een beetje aan het einde van de middag ging Jezus naar de tempel in Jeruzalem. En wat hij daar deed is dat hij zag dat de mensen in de tempel een soort van handel aan het drijven waren. Op een plek waar dat eigenlijk niet hoorde. Hij is daar een beetje boos over geworden en hij heeft die mensen daar uitgedreven. En ik wil eigenlijk met jullie bespreken wat hij toen zei. Dat staat in, onder andere staat dat in het evangelie van Sint Lucas, hoofdstuk 19, vers 46. Dus Lucas 19, 46. En dat staat ook wel op meerdere plaatsen in de Bijbel, maar we gaan het vandaag even aan de hand van deze vers doen. Hij zei tegen hen, er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En dat zei hij tegen de mensen die hij daar uitdreef, die daar dingen aan het doen waren die daar niet hoorden. En zonder te veel in te gaan op wat de Heer Jezus daar letterlijk mee bedoelde op dat moment, wil ik het eigenlijk hebben over hoe wij dat interpreteren en hoe wij daarmee omgaan. Want onze huidige tempel is natuurlijk de kerk. Hoe gaan wij om met de kerk? Hoe ga ik naar de kerk? Natuurlijk ga ik niet altijd naar de kerk om dingen te verkopen en te kopen en drijf ik daar geen handel en gaat het niet altijd om het geld. Maar ga ik wel om met de plek zoals hij hoort? Hou ik de kerk schoon? Ben ik daar netjes mee bezig? Draag ik kleding die gepast is voor het huis van God? Of ga ik eigenlijk daar meer heen om gezien te worden en mensen te zien? Geef ik de plek het respect dat het verdient? Want de Heer Jezus heeft het dus gezegd tegen die mensen en hij was best wel kwaad. Dit was echt een van de weinige situaties waarin de Heer Jezus echt boos is geworden. Nou moet je eens voorstellen dat elke keer dat ik naar de kerk kom, is de Heer Jezus daar ook. Hij schreeuwt misschien niet tegen mij, maar hij is er wel. Kan hij trots op mij zijn op het moment dat ik de kerk binnenloop in de kleding die misschien niet helemaal past? Of met gedachten die misschien niet helemaal passen bij de plek? Met emoties die ik heb voor andere mensen of jegens andere mensen die ik het eigenlijk niet hoor te hebben? Kom ik om met God te praten? Ben ik puur in mijn hart en in mijn hoofd en in mijn gedrag? Ben ik puur? Puur genoeg om in de kerk te zijn, om in aanwezigheid te zijn van de Heere Jezus. En dit was een regel die al geschreven stond, hè? Want de Heere Jezus die haalt eigenlijk de bronnen aan. Dit was al in het Oude Testament. De tempel had zijn heiligheid en had zijn functie. En gebruiken wij de kerk nog steeds met die functie? Natuurlijk is er ook een ander deel wat de tempel is. Mijn eigen lichaam. Mijn eigen lichaam is ook een tempel van God. Heb ik daar een rovershol van gemaakt? Of hoe ga ik om met mijn lijf? Ben ik gezond bezig? Ben ik ongezond bezig? Maak ik keuzes die passen bij het lichaam dat ik heb gekregen van God? Waar de Heilige Geest in woont? Waar de Heere Jezus elke week inkomt als ik communie krijg? Dus sta bij jezelf stil van, ga ik om met respect met die tempel die God mij gegeven heeft? Of het nou de kerk is en of het nou mijn lichaam is. Ik moet daar met respect mee omgaan. En dan is er ook nog, als je het nog filosofischer wil trekken, heeft de Heer Jezus gezegd, daar waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Als er twee of drie vergaderd zijn, ben ik me er dan van bewust dat de Heer Jezus daar daadwerkelijk in het midden is? Ga ik om met respect met die mensen om mij heen, dat ik weet dat de Heer Jezus dat altijd ziet? Ben ik mij daarvan bewust? Dus sta er zelf even een beetje bij stil van, hoe zit mijn gedrag? Hoe zit mijn intentie? Hoe zit mijn emotie en gedachte over dit onderwerp, hoe ziet dat eruit? Want een rover betekent niet altijd een dief. Een rover is eigenlijk gewoon een boef, iemand die stoute dingen doet. Maar misschien ben ik zelf ook helemaal niet zo goed bezig als dat ik denk dat ik ben. Want ja, misschien bedrijf ik geen handel, maar doe ik wel veel ergere dingen. Dus denk daarover na voor jezelf, probeer dat voor jezelf te maken. Zorg ervoor dat je geen rovershol maakt van de plaatsen waar de Heere Jezus is. En dat is natuurlijk eigenlijk overal. Dat is de kerk, dat is jouw lichaam, dat is overal waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam. Maar eigenlijk is de Heer Jezus natuurlijk overal, ga ik er met respect om, daarmee of niet. Ik zie je bij een volgende aflevering van Het Woord van het Leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.